Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We hebben een bewolkte dag achter de rug en vanuit het zuidwesten trekt inmiddels een regengebied over het land. In het noordoosten kan dat eerst nog even wat ijzel en natte sneeuw opleveren. Uiteindelijk trekt die regen in de loop van de nacht weg, klaart het flink op en dan uh, wordt het morgen eigenlijk gewoon schitterend weer. Verwacht flinke zonnige periode, heel misschien in het noordwesten later op de dag een buitje. En dan in de avonduren eerst even wat bewolking over het zuidoosten, daarna een heldere en koude nacht. Maar vanmiddag in het Noordoosten, dus nog vorst en ook nog kans op uh, gladheid. Die gladheid gaat in de avonduren verdwijnen. Dan loopt de temperatuur ook in Groningen eindelijk op. Hebben we natuurlijk nog wel even met het ijs op de weg te maken, wat nog enige tijd blijft liggen totdat het gesmolten is. Maar uiteindelijk gaat dat vanavond en vannacht wel lukken. Temperaturen vanavond dus van 2 tot 7 graden. En komende nacht liggen de temperaturen dan rond de 2 graden in het binnenland. En doordat er ook nog een beetje kou in de grond zit, kan het in Groningen dan aan het einde van de nacht toch opnieuw glad worden, want de wegen zullen dan zeker ook nog wel nat zijn. Let dus op, morgenochtend in het noordoosten nog lokaal kans op gladheid. In de rest van het land weinig aan de hand. Oh ja, wel een hele stevige wind. Windkracht 7, op de Waddeneilanden, windkracht 8. En daar zijn ook zware windstoten mogelijk. 90, misschien zelfs 100 km per uur. Dus wat dat betreft ook nog een onrustig avond- en nachtje. Morgen overdag, dan begint de wind in de loop van de dag in kracht af te nemen. Aan het einde van de dag staat de windkracht 5 aan zee en windkracht 2 in Limburg. Verder flinke zonnige periode en zoals al gezegd in het noordwesten misschien een bui. Het wordt 5 graden in Groningen en 7 à 8 graden in de rest van het land. Dan gaan we naar het weekend. De nacht na zaterdag wordt koud, in het binnenland min 3, min 4 graden. En bij een mistbank kan het dan ook glad worden, maar die gladheid verdwijnt in de ochtend snel weer. Ik verwacht de rest van de zaterdag flinke zonnige periode. In het westen wat meer bewolking, daar kan misschien een buitje vallen. 5 tot 8 graden. Zondag 7 tot 9 graden. Dan kan er een enkele bui vallen, misschien met onweer. En uh, ja, verder is eigenlijk weinig aan de hand. Zeker geen winterse perikelen, want in de nacht regent het en dan zijn de temperaturen hoog. Maandag ook wisselvallig weer, ook nog hoge temperaturen. Maar kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we de temperatuur weer dalen. In de loop van volgende week komt winterlucht weer dichterbij. Ik krijg 's nachts weer met nachtvorst te maken en overdag komt de temperatuur tussen de 0 en de 5 graden uit. En voor de sneeuwliefhebbers ook nog even de kans op sneeuw. Die is er inderdaad. In de loop van volgende week zien we de kansen toenemen. Het is allemaal nog niet spectaculair, maar het geeft wel aan dat het zachte weer van dit weekend tijdelijk is. In de loop van volgende week wordt het opnieuw kouder. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.